Deze fractie gaat niet afbrokkelen, voorzitter. Deze fractie gaat niet afbrokkelen. Jogi maakt uw punt van orde. Voorzitter, bedankt. Voorzitter, met betrekking tot de actuele vraagstukken, u bent ingegaan daarop. Het is het voorrecht van u om de vergadering uit te schrijven. En ik denk niet dat we hier moeten staan proberen de regering even te duiden, voorzitter. Dat de regering niet kan ingaan op actuele vraagstukken die hier aan de orde zijn gesteld. De regering moet in de gelegenheid gesteld worden, voorzitter, om in te kunnen gaan. Eén. Voorzitter, twee is namelijk met betrekking tot de vonnissen, voorzitter. Voorzitter, de vonnissen zijn niet van vandaag. We weten vanaf wanneer de vonnissen zijn. We weten ook wie de mensen zijn die toen in die regering zaten, voorzitter. We weten ook wie de mensen zijn die toen ministers waren, voorzitter. Ook van justitie en politie. En het is dan hier te staan, voorzitter, en een show op te voeren, voorzitter. Alleen om een gelegenheid te vinden om de vinger te wijzen naar de president, voorzitter. Voorzitter, met betrekking tot de aanwezigheid van de ministers hier. Inderdaad is er een afspraak dat 4 ministers hier minimaal aanwezig moeten zijn. We hebben 5 ministers, voorzitter. De regering is aanwezig, voorzitter. De regering is aanwezig. En als de vicepresident tijd heeft, zal de vicepresident ook komen. Als de president tijd heeft, zal de president ook komen. Maar van deze regering, voorzitter, kunnen wij niet zeggen dat deze regering, voorzitter, het parlement behandelt op een juiste, op een wijze dat niet correct is, voorzitter, en dat incorrect is. De regering, deze regering onder leiding van meneer Santokhi, heeft het parlement altijd correct behandeld, voorzitter, en bejegend, voorzitter. Ik denk dat het goed is om bij punt van orde dat vast te stellen, voorzitter.